Het lampje brandt. En hij doet het. Goedemorgen allemaal. Wat fijn u te ontmoeten. Ja, ik moet u zeggen, daar begin ik maar even mee. Ik was bijna thuis. Vorig jaar, en dat heb ik ook gedeeld toen ik hier nog een Bijbelstudie mocht geven, toen werd ik getroffen door een zwaar hartinfarct. Maar ik ben er nog. En ik moet u zeggen, van toen ik in de ambulance lag, toen vroeg de verpleegkundige mij: bent u niet onrustig? Ik zei: nee. Want ik ben overtuigd christen. Ik kan alleen maar op vooruit gaan. Ja, toch? En dat is de hoop die we hebben, broeder, zuster. Ook in het jaar 22. Want er gebeurt zoveel in de wereld waar we verontrust over kunnen worden. Maar laten we allemaal, daar wil ik u echt toe aanmoedigen, de ogen gericht houden op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Waar moeten we bang voor zijn? En ik denk dat we met volle passie en kracht mogen zeggen: de Heer komt spoedig terug. We staan daar heel dichtbij. Nu, ja, ik heb wat voorbereid en het zal u ongetwijfeld heel bekend zijn, maar toch ook heel ingrijpend. Ik wil een aantal gedachten met u delen vanmorgen wat betreft de persoon Lot en zijn vrouw en Abraham. Twee mannen die op verschillende wijzen met dingen omgaan. En ik wil een paar versen met u lezen, want uiteraard, de Heer Jezus die spreekt ook over de dagen van Noach en de dagen van Lot. Nou, daar zitten we helemaal in. En ik denk, als de Heer Jezus daarna refereert, dat we dan ernstig rekening mee moeten houden dat dat gaat gebeuren, uiteraard. Genesis 19, en ik hoop dat u even met me meeleest. Ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hen tegemoet te gaan. En hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Hij zei: zie toch, mijn heren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar en overnacht daar en was uw voeten. Morgen vroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar ze zeiden: nee, we zullen wel op het plein overnachten. Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat zij van hun weg afweken naar hen toe en zijn huis binnengingen. En hij richtte een maaltijd aan. En hij bakte ongezuurde broden en zij aten. En al voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis, heel het volk, niemand uitgezonderd. En zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening en sloot de deur achter zich. En hij zei: mijn broeders, doe geen kwaad. Ik heb twee dochters, moet u goed tot u door laten dringen. Ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap gehad hebben. Laat mij die toch aan bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij: ga opzij. Ook zeiden ze: deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven
En nu wil hij zeker rechter over ons zijn. Nu zullen we u meer kwaad doen dan hen. En zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar de mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis en sloten de deur en sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren van klein tot groot met blindheid, zodat zij tevergeefs moeite deden de deuropening te vinden. Dan het 14e vers, toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen. En zij sta op, ga naar buiten uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad te gronden richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakte. Dan het 22e vers. En daar staat: haast u, vlucht daarheen, want ik heb niets, kan niets doen tot u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. Broeder, zuster, als je deze dingen goed tot je door laat dringen, dan word je eigenlijk verbijsterd, moet ik u zeggen. U weet, ik heb 3 dochters. We hebben 3 dochters. Mijn vrouw is bevorderd tot heerlijkheid. Een van mijn jongste dochters is bevorderd tot heerlijkheid. Maar als je dan leest dat Lot zijn kinderen aanbood aan een zondige meute, dan vraag je af, hoe diep kun je zinken als gelovige, want hij was toch een gelovige, om zo ver te gaan, om het dierbaarste wat je bezit, en dat zijn je kinderen, aan te bieden. Nu, we hebben in het begin gelezen dat 2 engelen, maar daar gaat iets aan vooraf, want we weten dat Abraham een man Gods was die bidde, die in gesprek was met God. Ik vind het ook heel belangrijk om te zeggen, want dat is juist ook in deze tijd zo belangrijk, want God wil de plannen die hij heeft met u en mijn leven, maar ook met deze wereld, wil hij bekendmaken. Zal ik voor Abraham iets verbergen, zegt hij. Nee, maar God heeft voor ons ook niets verborgen in die zin van het woord. Amos 3, vers 7, daar staat ook heel duidelijk van: ik zal het mijn profeten, ik zal het mijn kinderen bekend maken wat er gebeurt. Ik zeg het even met mijn woorden. Het is zo belangrijk, broeder, zuster, dat we kennis nemen van de plannen van God. En dat lezen we van kaft tot kaft in de Bijbel. Gelooft u dat, vraag ik me af. Want dat is heel belangrijk, want er zijn mensen die geloven alleen maar wat ze zelf kunnen aanvaarden en wat in hun ogen mogelijk is. Maar bij God is niets onmogelijk. Niets, werkelijk niets. Nu, en Abraham, ja, die ontmoet God. Er staat al in de Bijbel, niemand kan God zien, ook niet één. Dat heeft God gezien, ook niet één, maar God kwam, mag ik het hele in alle eerbied zeggen, incognito, kwam die bij Abraham. Hij had een mannelijke gestalte aangenomen. En hij spreekt Abraham met hem van man tot man. Dat is toch bijzonder, hè? En wij hebben die vrijmoedigheid ook. Natuurlijk, wij kunnen God niet aanschouwen in zijn ontoegankelijk licht. Maar wat is het een genade, broeder, zuster, dat wij iedere dag en ieder moment van de dag binnen mogen komen bij onze hemelse Vader. Om reden dat toen de Heer Jezus stierf het voorhangsel scheurde en we toegang hebben tot het heilige der heiligen. Dat is toch een wonder van genade. Ik hoop dat u die verborgen omgang met God kent. Ik heb de mooiste momenten ervaar ik als ik met mijn hemelse Vader in gesprek ben.
Want wat komt er soms ook wat bij je binnen? Dat zal u ongetwijfeld ook juist in deze tijd. Er zijn mensen die willen je knuffelen, die willen je omarmen, die heb je lief en die liefde is wederzijds. Maar er zijn ook mensen die je verguizen. Maar weet u wat zo belangrijk is? Zegen deze mensen. Bid voor ze. Vraag dat de Heer ze wil zegenen. We hoeven niet rancuneus te zijn tegenover niemand. Want dat leren we ook van Abraham. Hè? God die maakt de plannen bekend wat hij met Sodom en Gomorra kan doen. Maar daaraan vooraf, en ik denk dat dat heel belangrijk is, want broeders, zusters, de keuze die we hebben in ons leven. Want God heeft u en mij een keuze gegeven. Wij mogen kiezen wie we zullen dienen. Jozef die zegt het ook, kies dan heden wie gij dienen zult. De keuze is aan ons. En we weten dat Abraham en Lot, die trokken samen op. Lot had ook nog geen vrouw. En ze hadden veel vee. Lot werd eigenlijk gezegend door Abraham. En dan op een bepaald moment, dan is het land waar ze zich bevinden, is te veel voor hun beiden en dan gaan ze uit elkaar. En Abraham is zo geestelijk, hij laat Lot kiezen tegen de gewoonte in. En wat ziet Lot? Die ziet het mooie van de Jordaan. Hij ziet het water daar. En dan moet u zich voorstellen, het is al de Hof van Eden. En dat trekt, hè? Wat is de wereld? En je moet er ook een vraagteken bij zetten. Maar wat kunnen dingen in de wereld mooi zijn? En aantrekkelijk? Maar waar slaan we onze tenten op? En Lot kiest de vlakte van de Jordaan. Oh, daar is alles. Daar is machtig om te zien. Daar zal ik kunnen overleven. Daar zal ik mijn leven verder kunnen uitbouwen. Daar zou ik gelukkig kunnen zijn. Maar er staat wel dat de mannen van Sodom waren boze zondaars tegen de Heer. En dan wil je toch niet in de nabijheid zijn, broeders, zusters. Ik denk, en dan zeg ik het heel scherp, ik weet het. Maar God kan niet gemeenschap hebben met de zonde. Op geen enkele manier, broeders, zusters. En ik denk dat het juist in de gemeente ook zo belangrijk zijn. Als ik hoor, en het gaat mij niet om schop uit te delen, maar als ik hoor dat in heel veel gemeenten de genade niet meer en de zonde en het bloed van de Heer Jezus niet meer gepredikt wordt, dan vraag ik me af, wat is dan nog het hart van het evangelie? En dan wordt de zonde binnengehaald, want alles moet goedgekeurd worden. Want we moeten zo nodig liefdevol zijn. Ja, God is liefde. Hij is niet lief. Hij is liefde. En dat is heel wat anders. Maar als wij de zonde binnen de gemeente halen, weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat er Jezus buiten de deur staan. En dan hebben we een Laodicea te pakken. En dat is de nood waarin wij verkeren. En je wilt dat zo graag meedelen. Want weet u, broeders, zusters, en ik vind dat zo belangrijk om het te benadrukken. Als de Heer Jezus niet tussen ons en God in zou staan, hebben we geen enkele reden, kunnen we niet voor hem bestaan. Wij zijn gekocht en betaald. En ik denk nog even aan het prachtige lied wat Gert en Amin daar zongen van tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Want hoe zou ik anders leven dan alleen door Gods genade? Maar dan hebben we Abraham. En de Heer gaat met hem in gesprek. En hij deelt zijn plannen mee. En dan zou je kunnen zeggen, en dat is de natuurlijke mens, zou kunnen zeggen van, nou, Sodom en Gomorra, dat is zo'n zondige bende daar. Daar ga je niet voor op de bres staan. En toch doet hij dat. Hij gaat pleiten. En u kent de geschiedenis. Hè? 50 rechtvaardigen. 40, 30, 20. En hij gaat maar door. Wat een bewogenheid voor het verlorene. En ik denk dat we dat ook mogen hebben. Bewogenheid voor de mensen om ons heen.
Ik krijg zoveel vragen, broeder, zuster. En dat is ook over de tijd waarin we leven. Van dat mensen, dat ouders zich zorgen maken over de kinderen. In wat van tijd groeien ze op? Maar ik bedoel maar, ik heb dat precies hetzelfde met mijn kleinkinderen. Want laten we maar heel eerlijk zijn. En vooral als het meisjes zijn. Ze hebben niet meer belangstelling voor je als persoon. Maar ze hebben belangstelling voor je lichaam. En verder niet. De perversiteit die viert hoogtij. Ik bedoel, maar men heeft nu weer bekendgemaakt dat er heel veel naaktfoto's van meisjes rondgaan. Het teerste wat je bezit. En in die wereld leven wij. En wat hebben we dan nodig, broeder, zuster, dat je bidt voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Want het gebed is krachtiger dan welke tegenstander dan ook. Dat moeten we geloven. Want als je bidt, dan moet je vertrouwen. En als je niet vertrouwt, hoef je ook niet te bidden. En ik denk dat dat zo belangrijk is. Nu, er waren geen 10 rechtvaardigen. Dat is toch erg, hè? En dan gaan, en dat hebben we gelezen, dan gaan die engelen die gaan naar Sodom toe. En dan zien we iets gebeuren. Er is iets met Lot gebeurd. Hij heeft zijn intrede gedaan vanuit de tent naar een vaste woonplaats. En ik zeg niet dat een vaste woonplaats verkeerd is, hoor. Begrijpt u me goed. Maar geestelijk gezien heeft het een betekenis. Hij had zich genesteld tussen die goddeloze mensen. En wat verder nog, hij zat in de poort om mederecht te spreken. Ja, dat is toch erg, hè? Want daar wil je toch niet zijn. Normaal als je dat leest in de psalmen, je moet afstand nemen van de goddelozen. Je moet niet eens in de vergadering van hun willen zitten. Het tart dan ook iedere beschrijving. Maar inmiddels is hij ook getrouwd. En je kunt gevoeglijk aannemen dat hij een vrouw uit Sodom heeft getrouwd. En ik hoop dat de jeugd, en ik hoop dat jullie me begrijpen. Maar als je nog geen partner hebt, trek geen juk aan met een ongelovige. Weet je wat kostbaar is? En ik kan er van meepraten. Ik ben natuurlijk al wat ouder. Ik heb het al gezegd. Ik stond eigenlijk op punt om naar huis te gaan. En ja, ik vond het helemaal geen probleem. Ik kan met de apostel Paulus zeggen, met Christus te zijn is verreweg het beste. He? Maar toen ik jong was, en ik heb ook van het leven genoten, hoor, moet ik u zeggen. Maar de Heer heeft me bij de kraag gevat. En hij heeft zijn liefde laten tonen. Maar goed, dan kies je eigen wegen. En je kiest ook je partner, hè? Want je vindt toch wel dat je daar een belangrijk deel in mag hebben. De Heer mag je leven wel bepalen, maar je moet zelf ook een beetje mee kunnen praten. En ik kreeg een relatie. Dat paste niet. Toen kwamen wij, ik zeg dat even, in de zijstraat. Er kwamen binnen 3 maanden mijn ouders te overlijden. En toen had ik zoiets van, Heer, en u vindt het misschien een beetje vreemd, maar ik heb de trouwring van mijn moeder omgedaan. Ik denk, dan heb ik verder geen aanspraak. En u zoekt voor mij een vrouw. En weet je wat er gebeurd is? Ik kreeg een vrouw van de Heer. En wij hielden zo ontzettend veel van elkaar. En je kon met elkaar bidden. Je kon met elkaar strijden. Je kon met elkaar de weg van de Heer gaan. En dat is het teerste wat je mag doen met elkaar. Dat man en vrouw, en als dat niet het geval is, dan kende ik dat verdriet ook bij u of bij sommigen. Als man en vrouw als een eenheid kunnen aan elkaar gesmeed worden. Want het huwelijk is eigenlijk een beeld tussen Christus en de gemeente. En die liefde is zo puur en zo bijzonder. Dan mag je, de Heer die geeft je dat ook, als je daarom vraagt. Natuurlijk is dat zo. Maar goed, we gaan weer terug naar Lot. Een ongelovige vrouw.
En hij nodigt, er zit in de poort en hij nodigt die engelen uit. Of we kennen die geschiedenis heel bekend. En natuurlijk gastvrij zijn. Dat zegt de Bijbel ook, wees gastvrij naar alle mensen toe. En dan komen ze bij hem in huis en hij richt een maaltijd aan. Hij kende de gebruiken wel. Hij bakte ongezuurde broden. Want zuurdeeg is het beeld van het kwaad, hè, wat in de wereld is. Dus hij kende dat wel. En dan zien we iets gebeuren. Die hele meute van Sodom en Gomorra, die mannen, die komen daarbij het huis. Het staat er heel duidelijk. Ik kan er niets anders van maken. Die komen bij het huis van Lot. En ze zeggen, wij leven die mannen uit, want we willen seksueel contact met hun hebben. Oftewel gemeenschap. Bizar, hè? Maar als de Heer Jezus in Lucas 17 verwijst naar deze situatie, dan weten we dat we daarmee te maken hebben, ook in onze tijd. Broeder, zuster, seksuele perversiteit. En weet u wat het erge is? Want je tast iets aan wat heel kostbaar is. Maar wat doet de duivel? Ach, doe maar. Gooi je lichaam aan de grabbel. Het maakt er allemaal niet uit. Maar het is een aanval op datgene wat God anders heeft bedoeld. Broeder, zuster. Nu, hij gaat de deur uit. En ik moet u zeggen, ik heb elke keer weer opnieuw gelezen. En ik heb geprobeerd me in te leven op een goede manier, begrijp me wel. Op een goede manier. Toen denk ik, Lot, wat heeft je ertoe gebracht om je dochters aan te bieden? Laat het dus tot je doordringen. En dan moet ik u heel eerlijk zeggen, dan moet ik huilen. Dan denk ik, hoe kan het dat je zo beïnvloed bent door de macht der duisternis? En dat is het punt als je in de wereld, en de wereld is de zonde, dat is tegen God. En als je in de wereld je werk oppakt en als je in de wereld gaat wonen en je onttrekt je niet van de zonde van de wereld, dan word je beïnvloed. Dan word je verblind. Dan zie je de zaken niet meer helder. En dat is de tijd waarin we leven. En laten we maar eerlijk zijn, dat is de orde van de dag. We worden opgescheept met allerhande perversiteit. En de media die doet er dapper aan mee om onze jeugd als het ware een kant uit te sturen waar ze niet naartoe moeten. Nou, ja, wat is het een genade. De engelen die trekken hem naar binnen toe. En ze slaan met verblindheid. Ze kunnen de deur niet meer vinden. Ja, het waren de ambassadeurs van God. En die bewaarden hem. Wat is God toch genadig, hè? Maar eigenlijk, als je doorleest op het gebed van Abraham. Want het gebed, zegt de Bijbel, van een rechtvaardige, vermag veel omdat God de kracht aan verleent. Zo belangrijk. Nu, dan zien we dat er gevraagd wordt van, heb je nog meer in deze stad? Ja, de schoonzoons. Of tenminste een aankomende schoonzoons. Dat waren ook mannen van Sodom en Gomorra. Ook in de zonde. En dan gaat hij daartoe. En broeders, zuster, en dat wil ik jullie echt op het hart binden. Was het getuigenis van Lot nog krachtig? Nee. Ze geloofden hem niet. Ze dachten dat hij grappen maakte. Hij vertelde van, ach, deze steden die worden omgekeerd. En ze lachten hem uit. En waarom lachten ze hem uit? Hij was een van hun geworden. Hij was ongeloofwaardig geworden. En broeders, zusters, zodra we ons vermengen, het is helemaal niet zo dat we uit de wereld moeten stappen, want we hebben een boodschap.
Maar als we ons vermengen gaan met de zonde, is ons getuigenis krachteloos. Mag ik even heel duidelijk zeggen? Vanmorgen, landelijk gezien, zijn heel veel kerken die hebben de deur dicht gedaan. Vreselijk, hè? En weet je wat het erge is? En dat wil ik toch benoemen. Wij zijn allemaal bewogen met de vervolgde christenen. Ik hoop dat u daar dagelijks voor bidt. Want we zijn verbonden met hen. We maken deel uit van dezelfde familie. En dan bid je daarvoor. Want deze mensen die komen met gevaar van eigen leven, komen ze bij elkaar. Ze trotseren de overheid, omdat de overheid hun verplicht om niet aan godsdienstige samenkomsten mee te doen. En ze gaan bij elkaar. Wat is dat toch kostbaar, hè? Dat je bij elkaar bent. Vindt u het niet heerlijk dat je samen kunt komen? Dat is toch iets moois? Daar kun je toch naar verlangen samen met als gelovigen de Heere te prijzen. En dan doe je de deur dicht. En dan bidden we voor die mensen. En dat is goed voor hen te bidden. En dan bidden we dat God ze bewaart en volharding en kracht geeft, dat ze vol mogen houden. En wij kunnen samenkomen, we doen de deur dicht. Het is dat bijna niet voor te stellen. Oh ja, maar dan zegt van, ik weet dat ik me nu op heel glad ijs beweeg, hoor. Dan zegt men, ja, maar je moet de overheid gehoorzamen. Broeder, zuster, mag ik u echt van hart tot hart vragen? Wat is belangrijker, de wetten van God of de wetten van de overheid? En dan denk ik, we hebben zulke mooie voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid in de Bijbel, hè? Ik noem een paar van Daniel. Hè. Ik vind dat zulke prachtige voorbeelden. Weet u nog van Daniel? Hij mocht niet meer bidden. En wat doet hij? Gaat naar huis. Dan ziet hij hem bij de trap oplopen naar de bovenzaal. En dan gooit de vensters open naar Jeruzalem. En hij bidt hardop. Nou, ik moet u zeggen, ik ben alleen, maar ik bid ook hardop. En ik denk wel eens dat de buren denken tegen wie praat die man in de nacht. Echt wel. Maar het is toch prachtig om contact te hebben. Want als je zacht bidt, word je afgeleid. En je mag ook zelf met stemverheffing bidden. Ook als je alleen bent. Maar toen was het knielen voor God, de eerbied voor God, veel belangrijk. Denk aan de jongelingen. Ja, jullie moeten knielen. Knielen voor die afgod. Nee, dat doen we niet, koning. We hebben ook niet nodig om daar iets over uit te leggen. Dat doen we niet. Maar we zullen niet knielen. Burgerlijke ongehoorzaamheid, er zijn meer dingen. Maar weet u, zolang het woord van de Heere vrij uit gesproken kan worden, is het goed. Maar als je een verbod opgelegd krijgt om je geloofsleven te beperken, mag je burgerlijk ongehoorzaam zijn. Want de Heere is belangrijker dan welke overheid dan ook. En de overheid moet beseffen dat ze de vrijheid van de gelovigen niet op het spel zetten. Nou, dat gaat dus. Ik ga weer terug naar Lot. Hij is ongeloofwaardig geworden. En dan, op een bepaald moment, en dat hebben we natuurlijk ook met elkaar gelezen, dan moeten ze uit Sodom vertrekken. En ze willen eigenlijk niet. Het is bijna niet voor te stellen. Dan denk ik, als je toch te midden van zoveel ongerechtigheid leeft, dan zeg je toch, hier wil ik niet zijn. Wat is het? Ik heb het al gezegd. En dan val ik in herhaling, ik weet het. Maar wat is het toch geweldig dat je als gelovige bij elkaar kunt zijn. En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik voel me niet thuis. U kent misschien ongetwijfeld ook de situatie, dat gaat dwars door families heen. Hè?
dat je op verjaagvisite bent en dat je eigenlijk maar een beetje een stoorzender bent. Kent u het? Dat is de praktijk. Je bent een beetje een stoorzender. Want je blokkeert, en dat voelen ze ook zo, je blokkeert. En ik moet u zeggen, mijn vrouw en ik zijn wel eens weggegaan. We zeiden, wij gaan weg, want we horen hier niet meer thuis. Wij willen hier niet mee verbonden zijn. En dat is natuurlijk best wel heftig. Maar in principe zijn ze ook blij dat hij weggaat. Dat is dan ook nog het geval. Hè? Van dan kunnen wij onze gang gaan. Maar zo staan we ook in deze wereld. Weet u, we hebben de beste boodschap die er is in deze wereld. Maar laten we heel eerlijk zijn. De wereld zou opgelucht zijn als we straks vertrokken zijn. Dat is de andere kant. Want wij horen hier niet. Wij zijn hemelburgers. Broeders, zuster. Ik bedoel maar wat Paulus ook zegt tegen de Filippenzen. Wij verwachten hem uit de hemel. Wij zijn hemelburgers. We gaan naar het vaderhuis met de vele woningen. Nu, ze wilden ook wel van Lot af. Want wat werd er gezegd van Lot? Want deze man die zal ons de wetten wel even bepalen. Nou, dat horen we momenteel ook van de christenen. Je mag ook niet meer anders denken. Je mag zelfs niet eens een vraag stellen of we wel goed bezig zijn. Dan ben je al een wappie. En weet u wat het erge is? Dat kwam me in gedachten. Ik denk, daar staan we hele stukken in de krant. We hebben een prachtige vlag en die moet dan eenheid brengen. U kent die vlag wel, hè? Nou, wij hebben de kruisvlag. En die brengt eenheid. En in die vlag is iedereen welkom als hij zijn zonde legt aan de voeten van het kruis van Golgotha. Want de Heere die heeft de zonde lief, maar hij haat de zonde. En dat is heel belangrijk om dat vast te stellen. Maar goed, ze worden bij de hand genomen. Hè? Van dat is, ik hoop dat het niet nodig is dat ik iemand vanmorgen geestelijk gezien bij de hand moet nemen, maar dat u vrijwillig zegt, ik kies voor de Heer. Ja, ik wil hem volgen. Dat is zo belangrijk. Nu, haast u, vlucht daarheen. En dan krijgt u een plek aangewezen door de Heer. En dan zegt hij, die plek die vond hij niet goed. Later is hij er wel naartoe gegaan. Die plek die is niet goed. Ik wil naar Zoar toe. Maar er werd wel een opdracht gegeven. Zie niet achterom. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Niet achterom zien. Zie wat voor u is. Houd de blik gericht. Dat ik al mee ben begonnen door te zeggen. Zie op de Heer Jezus, de overste en de verleider van ons geloof. Houd hem op het oog. Zie niet achterom. De Heer Jezus zegt zelf als iemand naar de ploeg rijdt en dan kijkt achterom, komt hij niet verder. Nee, je moet vooruitzien. Maar ja, de verbondenheid, mag ik het zo zeggen, een beetje een ouderwetse term, maar de ziel van de vrouw van Lot kleefde aan Sodom en Gomorra. Ze was te veel verbonden, ze keek om en ze werd een zoutpilaar. En dan vluchten ze naar het bergland. Maar weet u, het is eigenlijk zo machtig om toch een aantal dingen vast te stellen. En dat zijn de volgende. Want u weet het, hè? Eerst in Zoar en toen had hij zoiets. Daar werd hij ook bang en toen vluchtte hij toch naar het bergland. En daar zit hij dan met zijn twee dochters. En die twee dochters die dachten, wij krijgen geen kinderen meer als het zo blijft. Dus we voeren onze vader dronken en dan worden wij zwanger van onze vader. Vreselijk, hè? Ja, een vorm van incest kun je zeggen. Was dan wel vrijwillig, maar toch. Maar ik wil je ook wat anders laten zien. Want ze worden zwanger. En dan komen twee volken uit tevoorschijn. De Moabieten en de Ammonieten. En die hebben het Israël altijd lastig gemaakt.
weet u, en ik hoop dat u mij goed begrijpt, maar de Bijbel heeft daar een mooi woord voor. In de lendenden van Lot zat het geslachtsregister van de Heer Jezus. Misschien vertel ik u wat nieuws. Maar weet u wie in het geslachtsregister staat? Rut. En wat was Rut? Ja. Mooi, hè? En in het geslachtsregister van de Heer Jezus staan 5 vrouwen. En ik ga er nog eens een keer wat van vertellen. En daar staat het hele evangelie in. Weet je, van zonde tot en met de belofte. Nou, je zult maar zo'n geslachtsregister hebben. Juda, die overspel deed met zijn schoondochter. Rachab, de hoer. Nou, ik denk, het koninklijk tehuis had het zo ver mogelijk vergeschoven. Maar het wordt eerlijk, wordt het neergezet. En weet u, God buigt onze misstammen op tot een zegen. Omdat hij dat kan, maar omdat hij ook genadig is. Als je alleen al over Rut spreekt, hè, dat is genade. De Bijbel zegt dat door genade ben je behouden. Het is niet uw werk, maar het is Gods werk. Maar weet u, er zit nog, en dan wil ik u langzamerhand afronden. Ik vind het dan ook zo bijzonder. Hè. Wij kunnen niets doen, de engelen naar Lot toe, u moet hier eerst weg. Nou, de wereld staat voor een enorm rampscenario. Er is geen toekomst meer. We zijn failliet. We zijn moreel failliet. We zijn geestelijk failliet. We zijn financieel failliet. Maar God niet. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En weet u, voordat de oordelen van God over deze wereld komen, want wij zijn niet onder het oordeel, we zijn onder de genade. Het oordeel is weggenomen aan het kruis van Golgotha. En de wereld wacht erop, ik heb het al gezegd, dat we vertrokken zijn. En dan hebben ze vrij spel. Maar dan komt God in beweging. Maar wij moeten weg. En er zijn, en ik hoop dat u die gedachte niet bent toegedaan. Want ik bedoel maar, die 7-jarige verdrukking. Ja, men zegt, er zijn mensen die zeggen, ja, daar moeten we doorheen. Nee, nee, daar gaan we niet doorheen. Wij hoeven niet gelouterd te worden, want de Heer Jezus is voor ons gelouterd. Hij heeft voor onze straf gedragen. Hij heeft de zonde van u en mij gedragen op het kruis van Golgotha. En dat enige, als u de zekerheid van het geloven niet hebt, sorry, dan mag je je knieën buigen. Voor het kruis van Golgotha. En dan mag je naar hem opzien. Levend aan zijn voeten. De allerhoogste plaats. En daar kom je tot de ontdekking. Dat hij alles voor je heeft volbracht. Hij heeft de schuld op zich genomen. Denk dus na, broeder, zuster. Ik ga wel eens terug. Ik wil niet te veel terugkijken, hoor. Maar soms dan ga ik terug en dan denk ik, och Heer. Ben ik het waard om gered door u te worden? Denkt u wel eens over na. En dan maakt er een diepe ontroering, komt er in mijn hart. Ja, u bent voor mij gestorven. En u hebt de zonde gedragen voor mij. U hebt alles volbracht. Ik ben geheiligd, gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Hij is uit Sodom weggehaald. En ze konden niets doen. En wij wachten op het moment dat u en ik worden weggerukt. In een oogwenk, in de punt des tijds. En weet u, dan zullen we hem ontmoeten. We zullen verenigd worden. Zonder enige brandstof gaan we de lucht in. Ja, maar weet u... Ik zie er naar uit. En ik ben niet levensmoe, hoor. Ik zeg het elke keer weer opnieuw. Maar hoe het zal zijn, ik weet het niet. Maar al de geliefden die ons zijn voorgegaan, die in Christus gestorven zijn, die zullen we weer ontmoeten. Maar er is een lied uit de bundel van Johannes de Heer dat zegt, maar het heerlijkst is, daar zien we Jezus. En we zullen het Lam prijzen tot in alle eeuwigheid.
En we hebben hier al een voorsmaak. We hebben vanmorgen gezongen. Ach, ik ben een mens van zingen. Ik denk van wat de psalm ook zegt. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. En ik bedoel, je mag God prijzen om wie hij is. Broeders, zuster, ik bid u toe. Laat uw hart en uw ziel en uw gedachten niet in Sodom zijn, niet in deze wereld. Maar laten ze zijn bij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Want hij komt spoedig. Halleluja. Amen.